De bouw van 7 duurzame woningen aan de Einsteinstraat in Nijmegen is in volle gang. De woningen liggen op een unieke locatie, namelijk tussen 2 straten in. Het hoogste punt in de bouw is inmiddels bereikt en dat moet gevierd worden. We vieren vandaag het hoogste punt van 7 woningen. Een nieuwbouwproject hier in Nijmegen bij de Einsteinstraat. Dat is een plek waar eerst een kwekerij was. En dat nu omgevormd is tot een woonerf met 7 woningen. En de woningen zelf die zijn helemaal van hout. En alle materialen die gebruikt zijn, bijna alle materialen, die zijn van hernieuwbare grondstoffen. Dus isolatie is van vlas. De begane grond of de verdiepingsvloer die is van hout, van CLT-hout. En zoveel mogelijk materialen die uit de natuur komen en die je weer kan gebruiken. Wethouder Noël van Gunst boorde de laatste vlag vast aan de huizen en daarmee was het hoogste punt officieel bereikt. Ook hij is positief over het duurzame project. Ja, dat past heel erg bij een stad als Nijmegen. Je hebt heel veel mensen die aandacht willen hebben voor hun omgeving, voor de natuur. En ook begrijpen dat je daar heel respectvol mee om moet gaan. En dat vraagt echt een andere manier van bouwen en een andere manier van leven en wonen. En dat past helemaal bij onze stad. Dus mooi dat dit initiatief is gestart. En ik denk dat de mensen die hier straks gaan wonen op een hele prettige manier hier kunnen leven. De aanstaande bewoners konden voor het eerst hun huis in en konden hun geluk niet op. Ik ben helemaal super blij. Het is geweldig. Het ziet er zo mooi uit. Je hebt het allemaal op tekening gezien. Maar nou, om het in het echt te zien is echt fantastisch. Nou, we vinden het erg leuk. Eigenlijk op papier hebben we besloten om dit huis te willen kopen. Maar vooral ook omdat het biobased was met een mooie binnentuin en op hout, houtskeletbouw. En we zijn erg tevreden nu we eindelijk naar binnen mochten na lange tijd wachten. Ik vind het ook hartstikke mooi. Ik ben er echt super blij mee. Ook dat je die kans krijgt gewoon in de stad dat je in zo'n hofje kunt wonen met 7 huizen en met zo'n prachtige binnentuin. En het huis is eigenlijk wat ik ervan had verwacht, dus dat is wel heel fijn. Ja. De bewoners namen alleen geen genoegen met de huidige straatnaam. Wij zouden eigenlijk Einsteinstraat, ik weet niet, A, B, C, D, E, F, G worden. En dat vonden we eigenlijk niks, omdat we toch een eigen hof zijn volgens ons. Dus we hebben gekeken naar een vrouwelijke wetenschapper, want dit is de wetenschappersbuurt. En dan gaat het Maria Telkeshof, Telkeshof heten. Maria Telkeshof.